Op helling 5 van de Nederlandse Dok- en Scheepsbouwmaatschappij te Amsterdam ligt het toekomstige vlaggenschip van de Noorwegen-Amerika-lijn gereed voor de tewaterlating. Het slanke, ruim 16.000 ton metende schip torent hoog boven zijn omgeving uit. De afloopbanen waarlangs het schip op de sleden te water zal glijden, worden met een dikke laag walvisvet ingesmeerd. Tot het laatste ogenblik is aan boord het werk doorgegaan. Voor zover ze niet tot de uitverkorenen behoren, moeten de arbeiders nu het schip verlaten. De vierjarige Elisabeth Goedkoop biedt de kroonprinses een boeket bloemen aan. Hartelijk toegejuicht door de toeschouwers begeeft het gezelschap zich naar het versierde erepodium dat op het hoogste punt van de helling recht tegenover de Oslofjord is opgericht en van waar prinses Martha het schip te water zal laten. Onder het schip worden nu de stapelblokken waarop het is gebouwd weggeslagen en dan is het ogenblik daar. Dit naam zal zijn Oslofjord. Mag hel en lukke volgen jij van havenen. Na een korte aarzeling begint de stalen massa van ruim 6 miljoen kilo te glijden. De Oslofjord, het grootste passagiersschip dat ooit voor buitenlandse rekening in ons land gebouwd werd, gaat zijn element tegemoet.